Oh, wat woon je hier vreedzaam? Ja, dat bedoel ik dus. Daarom schrik ik me ook helemaal kapot dat er opeens zo'n groep mensen staat. Dat wil je niet meemaken hoor. Dat is een heel goed plekje hoor, voor een boer. Wat is hier gebeurd? Zo, zoals TNT! Bloed. Jacco's eiland? De eiland? Nou, dat is dood gedaan. Ze hebben een letter weggehaald. Zoveel. Hè? Ja, ze hebben dieren uitge. Gegroeid. Kunnen ze niet tegen vuur dan? Nee, Oh nee, ik zie het. Nee. Ja, ze zijn niet vuurbestendig. Maar de TNT is niet afgegaan. Nee, deze niet. Wacht even. Ik zou je even helpen met een beetje blussen, zo. Dankjewel. Bloed wegspoelen en zo. Kan ik ook even een bucket milk hebben? Moet je ook een bucket milk hebben? Niet lekker. Nee? Hier, voor mijn fatigue. Maar niet alles is afgegaan. Nee, gelukkig maar. Moet je voorstellen wat er dan was gebeurd. Ja, dan? Laten we maar zien. Ik ben blij dat dit niet is gebeurd. Oh, dit is echt heftig. Ja, dit is... Nee, maar dit kan niet. Maar wie heeft dit gedaan dan? Want, wacht even, er staat hier een bootje. Ja, hier zit een boot. Maar verder niks. Ja, ik weet dus niet. Misschien zit hier nog wel iemand op, maar dat weet ik niet. Zo, ik zorg wel dat alle TNT gedismanteld is voor je. Er zit wel een bordje in de boot. Ja, ik heb even de andere TNT heb ik voor je uitgeschakeld. Dus maak je daar geen zorgen meer over. Een bordje in het boot. Licht gooien in de hand. Is er iemand? Hallo? Nee, er is niemand. Nee. Wacht. Zenuw zal niet stoppen tot al het land en goud van ons is. Wie is Zenuw, Jacco? Zenuw, Jacco. Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Ik kan hier ook niet uit. Wat is dit voor een... Ik weet niet wie het is, maar het klinkt nogal dreigend, dus... Nou, weet je wat? Ik sloop een boot. Hebben ze problemen, stuur ze maar door naar mij. Ik kan er ook niet uit, hè? Vervelend. Zo, halve boot. Jij hebt ruzie. Jij hebt ruzie. Ja, ik heb niks gedaan. Ze komen zo naar mij toe. Moet je voorstellen, misschien gaan ze ook wel naar jou toe plunderen, hè? Nou ja, ik heb nog niks. Laat ik zo zeggen, ik heb niks gemerkt. Jij bent degene die je problemen hebt. Ze hebben iets met jouw landje en ze willen jouw landje hebben. Ik zit aan het vasteland en klaar is Kees. Ja, maar dit wordt je gelezen. Ze zullen niet stoppen tot ze al het goud en land in handen hebben. Dan laat ze niet hierbij. Nou, veel goud heb ik niet, maar bang zijn is iets anders, Jacco. Maar jouw specialiteit, ik zie wel dat het een boerderij is. Bamboe, koeien, nou, ik had een paard, maar die... daar staat het nog. Ja. Paarden, hè. Ja. Nou ja, weet je, aangezien ik nog met mijn tuin bezig ben, van mij mag je bij mij komen wonen. Maar, dan moet je wel echt luisteren naar wat je opgedragen wordt. Ja, dat komt goed. Ik beloof het. Nou ja, neem dan alles mee wat je mee kan nemen, zoals al die sugarcane en al dat bamboe. Ik zou zorgen dat het hier leeg is. Dan zet ik dit stuk land te koop. Ja, zou ik ook doen. Ben je nog lang bij een eiland? Nee, want ze weten waar je wonen. Wat zou ik dan met jouw eiland moeten? Ik help je wel even hier zo op. Mooi stukje grond hoor. Ja, prachtig stukje grond. Maar ja, van boven, op de map. Dan is het mooi. Ja, maar ze willen jou een stukje grond. En dan zeg je aan mij, wil je een stukje grond kopen? Ja, nu heb ik het niet meer nodig. Ja, jij bent een grapjas. Nee, maar het is heel fijn. Bedankt. Dan ga ik meteen met je mee. Dan verzamel ik mijn spullen. En... Nou, kom. Ik help je met weghalen en dan gaan we er vandoor. Wegwezen. Heb je kist al gepakt? Ja, die heb ik al grotendeels. Maar ja, er zat niet zoveel meer in natuurlijk. Hè. Zo. Oh, ze hebben zelfs je kisten geplunderd. Ja, zoveel heb ik niet meer. Oh, wat leuk om hier te hebben gewoond. Een mooie plek. Oh, deze kisten zijn wel een beetje karig. Nou, je weet waar je nieuwe huis is.
Ik ga terugvliegen. Of in ieder geval met een heerlijke home TP. Ik zie je daar wel. Ik kom daar wel heen, ja. Oké, tot zo. Hey. Hey, ik ben er. Nou, welkom. Dankjewel. En ik heb meteen een verrassing voor je. Ik heb het eiland verkocht. Oh? Ja, voor 7.000. Voor 7.000? Ja, en omdat ik hier mag intrekken, vind ik dat eigenlijk het geld wel in de townpot mag. Nou, / town invite. Voel je vrij? Ja, dankjewel. Dus accept TDT. Team. Lastig typen. Ah, vet. Welkom. Dankjewel. Ik zal meteen het geld storten. Ja, je kan het allemaal storten op de Batownbank. Ik zou het ook even doen. T, deposit. Ik weet helemaal niet eens wat erop staat, joh. 6, 8, 3, 0, zo. Nou, veel heb ik niet meer. Wat van de bank is. 6, T. Bal top. Ik heb geen idee, joh. Ik weet niet hoeveel geld. Ik heb wel handig om te weten. Ik heb geen idee hoe dit werkt. / town. Oh, hier. 30.000 staat er even op. Ja, mogen we trots op zijn. Dus ik was hier al bezig. We moeten eigenlijk zo de boel hier een beetje gaan claimen. Ik ga gewoon claimen. / T claim. T claim. Oh. T claim. T claim. Oh. F3G. T claim. Hop. T claim. T claim. T claim. Zo. Donker hier. Ja, nee, we moeten nog een beetje werken aan de kleur en zo. T claim. T claim. Dit is al geclaimd. Zo, misschien moeten we even deuren gaan bouwen en zo. Nee, ik dacht, we gaan even de kistenkamer maken. En we moeten zo'n geautomatiseerd systeem erachter hebben. Dus we moeten bomen hebben. En hout en even een vet design. Maar... ja, ben gewoon nog even aan het puzzelen hoe we dit gaan doen. Wil je het op de luxe manier doen of de niet luxe manier? Nou ja, we kunnen per item een kist doen of niet. Ja, ja, dan wel toch? Oké, nou, is goed. Als ja, of, nee, ja, we hebben automatisch gesorteerd. Ik weet niet hoe dat werkt. Hè, maar... nou, ik ga slapen trouwens even snel. Ja. Je hebt wel moeite natuurlijk om, zo. Om het geautomatiseerd te maken, maar het is wel vet. Oh, het is al licht. Verrassing. Oké, ik ga bezig. Ga jij boom hakken? Ja, is goed. Doe ik. Oké.